Wij als milieuactivisten. Top! Deze wereld gaat ten onder. Zoals het al zegt. Zoals die... Tip! Hier. Hallo! Nee, wacht, wat ging ik ook weer zeggen nu? Oh ja, we zijn nu samen gezellig vandaag en wij gaan jullie 6 tips vertellen over hoe je plastic kan verminderen als student zijn. En we hebben hele originele tips, niet van die standaard tips, maar echt dingen waarvan je denkt, nou, dat is interessant. Dus blijf kijken. Tip nummer 1 is de B-wrap. Ja, het is gemaakt van bijenwax en dan denk je, leuk dit stukje stof, maar wat kan je er nou mee? Je kan er dus bijvoorbeeld groentes mee afdekken in plaats van dat je plastic folie gebruikt en dit dan weer weggooit en plastic verspilt. En je kan het hergebruiken, je kan het wassen. Ja, ja, en je kan er ook weer eens kleine stukjes in knippen, ja, en dan over een kleiner dingetje doen of iets in die trant. Dat is gewoon een goede manier. Ja. Tip 2 is neem een herbruikbare harde plastic fles mee naar school. Hier kan je water mee doen. Je hebt in de HVA allemaal verschillende tappunten. Dan kan je flesje water lekker vullen. En ook wordt er in de kantine van de HVA de Join the Pipe flessen verkocht. En die zijn echt maar 2 euro of zo. En zo'n fles is eenmalig misschien een duurdere aanschaffing. Maar als je elke keer ergens een plastic flesje water gaat kopen, zijn ze ook makkelijk 2 euro. En dan heb je dit er al heel snel uit. Tip nummer 3 is de bamboe wattenstaafjes. Zoals de naam het al zegt, is het gemaakt van bamboe. Dus er is totaal geen plastic aan gebruikt. En het weegt ook nog eens eigenlijk 3 keer niks. Dus goede vervanger. En je hebt trouwens ook bamboe tandenborstels tegenwoordig. Ook heel hip. En het ziet er ook nog eens fancy uit. Althans, ja, ik vind het gewoon cool uitzien. Tip 4 is neem plastic zakjes mee naar de supermarkt voor je groentes. Tegenwoordig heb je dus dit soort kleine zakjes. En die kan je gewoon hergebruiken. En dan kan je gewoon je groentes in doen. En uiteraard kennen we ze allemaal. Het zijn natuurlijk de kleine plastic zakjes. Die ook overal wel worden verkocht. En je kan ze makkelijk oprollen of opknopen. Hoef je nooit meer een plastic tasje te kopen. Tip 5. Tip 5 is deze mooie menstruatiecup. En zoals, zoals het woord het al zegt, deze gebruik je tijdens je menstruatie in plaats van een tampon of een maandverband. De voordelen hiervan is, deze koop je eenmalig voor 5 jaar lang. Die kan je dan uitkoken om hem te wassen. Maar in plaats van elke maand dure tampons en maandverband te kopen, koop je gewoon eenmalig voor zo'n 20, 25 euro de mooncup of de ovulatiecup of de menstruatiecup. En die kan je dus 5 jaar lang gebruiken. Dus het is veel voordeliger. Het is hygiënischer. Het is beter voor het milieu, want je gebruikt geen tampons en maandverband. Die zijn heel slecht voor het milieu. En deze kan je heel veel langer dragen dan een tampon. Ja, het klinkt misschien allemaal vies, maar het valt allemaal hartstikke mee. Je kan die dingen hartstikke schoonmaken. Je hebt speciale schoonmaakmiddelen er ook voor. Maar het is echt heel veel hygiënischer dan een tampon die alle bacteriën aantrekt. En tip 6, dat is de laatste. We nemen allemaal plastic zakjes mee, aluminiumfolietjes. Maar weet je wat je ook kan doen voor je broodjes? Neem gewoon een broodtrommel weer mee, net als vroeger. En ook een thermoskan voor je thee. En gebruik die ook op school. Die kan je gewoon vullen bij prima alle automaten daar zo. En het is heel handig, want je kan er broodjes in doen. En je hebt er ook geen vakjes voor groenten, fruit, weet jij veel. En je kan ze kopen bij de Zweedse geel-blauwe meubelwinkel. Hey. Je kent het wel, met 4 letters. Ja, ik denk dat je het misschien al weet. En het is echt een eenmalig aanschaf, maar het is echt een... En ik heb geen geplette broodjes en zo. Oh, dat is ook erg fijn inderdaad. Nou, dit waren onze originele 6 tips hoe jij kan zorgen dat je minder plastic verbruikt en het klimaat een beetje helpt. En wil je nou nog een interessante video zien over hoe de HVA recycelt? Klik dan hier om de video te zien van Penelope waarbij zij het geheim van de HVA uitlegt over recyclen. En wil je geen video's meer missen van de HVA? Klik dan hier om te abonneren. En dan zien wij jullie ooit wel weer. Doei! Doei!